mensen, ik ben Saskia Boef. Ik ga reageren op Vincent Visser. Veel kijkplezier. Nou jongens, ik ga nu reageren op Vincent Visser. Nou, dit is Vincent Visser. Hij is een hele leuke YouTuber. Hij is goed. Hij acteert ook. Hij speelt ook in films. En dit is zijn vlog. Zijn vlog keek ik al sinds de coronatijd. De eerste lockdown keek Vincent Visser toen ik hem kende. En toen mijn moeder dood ging, ging ik ook Vincent Visser kijken. Dat heeft me heel erg overheen geholpen. Nou kijk, dit is Vincent Visser. Hij heeft een leuke vlog. Hij heeft een rooi bed. En hij woont in een flat. En Vincent Visser, ja, Nick is een beste vriend van Vincent Visser. Hij heeft een leuke vlogcamera. En hij kan heel erg leuk vloggen en zo. Hij kan als de beste vloggen en hij kan heel goed vloggen. En hij heeft leuke vlogs en hij maakt allemaal leuke dingen mee. En hij heeft een vriendin die Ella heet. En ik vind het zo gezellig als ik naar zijn vlog kijk. Dan heb ik het gevoel dat ik erbij ben en zo. Maar het lijkt me ook wel gaaf om Vincent Visser in echt te zien. Maar ondertussen vind ik het Vincent Visser wel een hele coole gast. En het lijkt me vet om daar vrienden mee te worden. Maar ik hoop dat het kan met Vincent Visser vrienden worden. Want wij zijn wel een soort van collega's. Want ik ben ook een YouTuber. Dus Vincent Visser, als je deze vlog terugkijkt, dat ik reageer op jouw vlog. Wil je me afspreken op mijn YouTube kanaal? Nou, dit is Vincent Visser en die maakt leuke vloggen en zo. En hij heeft een rijbewijs zo te zien en hij doet alles wat hij doet, dus goed. En hij is een goede jongen, hij is een goede gast. Hij is goed in autorijden zo en dat is, vind ik gaaf, want ik hou ook van autorijden, van toeren, maar ik heb geen rijbewijs, maar ik vind het wel leuk om met iemand mee te rijden, om te toeren en zo. Dat vind ik ook leuk en ik vind vloggen ook leuk, net zoals Vincent Visser. En ik vind Vincent Visser en Ella een leuk stijl, want Ella is de vriendin van Vincent Visser. En lijkt me wel een leuk stijl. En ik vind het wel leuk hoe hij vlogt en zo. En ja, ik snap Vincent Visser ook wel hoor. Nou, de vlog van Vincent Visser krijgt hem een dikke 10. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik ging reageren op de vlog van Vincent Visser. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En ik vond het toevallig dat Vincent Visser en ik van hetzelfde dingen houden. We houden allebei van vloggen, ik en Vincent Visser. Dus we kunnen misschien wel vrienden worden samen, ik en Vincent Visser.